Hoe met telefoon? De druppelvaren van Holthaag is net zojuist met het werk Konf aan de dag van Jacob de Haar. Ja, de Haar schreef Konf het rock oorspronkelijk in een versie voor mannenkoor. De oorspronkelijke melodie werd echter totaal losgelaten en daarop in plaats componeerde Jacob de Haar een verrassende nieuwe melodie in rockstijl. Een leuk en zinnig werk om ons concert mee te vervolgen. De Kingsquad is een mars van de Britse componist Richard Waterloo. Waterloo begon zijn muzikale carrière als militair muzikant. Vervolgens ontpopte hij zich als componist en dirigent.
Wadder organiseert vele evenementen met militaire muziek, waaronder de wereldnummerspasse Tattoo van Edinburgh. De militaire klanken zijn terug te horen in het volgende werk, The Kingsman. Thank you.
Zeker verdiend bij de Bon Jovi Rockmix. We gaan door een stukje filmmuziek die jullie vast ook wel kennen. We gaan namelijk Flashdance spelen. What a Feeling. Dit is een hit uit de film Flashdance uit het jaar 1983. En de muziek die werd gezongen door Irene Cara. En Flashdance is het verhaal van een 18-jarige Alex die overdag werkt als lasser in een staalfabriek en 's avonds als danseres werkt in een bar. Ze droomt ervan om een veelgeprezen ballerina te worden. Frank Bernhards schreef het arrangement van de filmmuziek volgens de fanfare orkest. Dus we gaan nu spelen Flashdance One Feeling. Thank you.
We zijn alweer aan het einde gekomen van ons voorjaarsconcert. Wat we ook altijd doen met het concert, is dat we de leden die een jubileum hebben, die zetten we even in het zonnetje. We hebben de afgelopen 2-3 jaar niet kunnen doen. Dus we hebben vandaag iets meer dan anders, of niet wel iets meer, maar we hebben ook wat van 2020. En de eerste die ik graag naar voren wil hebben, dat is Pim. Ja, zul je denken, Pim die ziet er nog voor jong uit en toch al 25 jaar bij de club bij. Maar Pim is ook een van de jongens die destijds bij de blokfluitles is begonnen. Dat is gewoon al een jaar of 8 stond je bij de vereniging kennen. Ja, en daarna is Pim met slag bezig geweest, een aantal jaren. Sinds de laatste jaren op de omhoog. Dus Pim is 25 jaar bij de club.
Dat is een hele discussie van lampjes aan, lampjes uit en lichtstelletjes, maar het is goed. In ieder geval, Dennis, hartstikke bedankt. En als laatste wil ik graag Dion naar voren hebben. Dion, je staat er inmiddels een aantal jaartjes voor en we zijn super blij met jou. Ook in de coronatijd hebben we de tijd toch naar behoren doorgebracht en je hebt het boel mooi bij elkaar proberen te houden. En we zijn gewoon super blij en het resultaat mag er zijn. En om een aantal jaartjes voor door te kunnen gaan. In ieder geval, hartstikke bedankt. En voor jou ook een bloemetje van meneer André. Bij, ja.
Ja, beste mensen, dus dank jullie voor de komst. En in de andere kant van de sporthal, dus dadelijk in het verenigingsgebouw, is nog ruimte voor een lekker drankje. Hebben we van nodig met deze ritten, dus geniet ervan. En vergeet ook zeker niet de vrije giftenbus in de hoek van de zaal. Thank you.